Ja, Wouter van Bezien van Groen zit bij mij om het te hebben over Catalonië. Dag meneer Van Bezien. Goeiedag. Ja, de vraag naar dit debat die was gesteld door de N-VA, maar die kreeg ook de steun van uw partij. Wat heeft Groen daarmee te winnen? Dit is toch niet echt jullie thema? Dat is een thema over democratie in Europa en dat is ook ons thema. In die zin, het is niet ons initiatief geweest, maar het is belangrijk. Het thema belangrijk genoeg om de vraag te steunen. En we hebben er ook hier in het debat een concrete element ingebracht. Wij vinden namelijk dat de Europese Unie een bemiddelaar moet aanstellen. Daar wil ik het straks over hebben. U zegt, dit gaat niet alleen over communautaire zaken, als we dat op zijn Belgisch zouden vertalen, maar ook over democratie. Verschillende mensen hebben gezegd, het hoort niet dat je mensen omwille van hun mening opsluit en jullie delen dat, neem ik. Absoluut, absoluut. Enfin, er zijn twee elementen die zeer zwaar op de maag liggen. Dat is enerzijds dat er politieagenten zijn gestuurd om een stembus gaan tegen te werken. Op de dag van het referendum zelf. Ja, inderdaad, om geweld te gebruiken, om mensen eigenlijk hun politieke rechten wat te verhinderen. Was ook al veroordeeld dat door de resolutie. Dat is door ons mee veroordeeld. En ondertussen is er een nieuw element, met name dat er ministers van een deelstaatregering in de gevangenis zijn beland. En dat is natuurlijk, dat klopt echt niet. Dat is buitenproportioneel. Dat is een politiek debat binnen Spanje waar wij op zich inhoudelijk niks mee te maken hebben. Dus of Catalonië wil onafhankelijk worden of niet, dat moeten ze zelf weten. Daar moet je mij geen mening over vragen. Ik heb die ook niet. Maar dat dat debat mag gevoerd worden en dat dat niet moet gecriminaliseerd worden, dat vind ik wel. En dat vind ik belangrijk dat we in Europa, we zijn fier op Europa, het is ook een project van mensenrechten en van democratie, dan vind ik dat Europa ook moet een rol spelen om die democratie en de gezondheid van de democratie hoog te houden in alle lidstaten. Dat was uw oproep, hè, om te bemiddelen, een oproep naar Europa om dat te gaan doen, want dat gebeurt vandaag nog niet. Europa spreekt zich totaal niet uit. Europa houdt zich er ver van weg. Europa zegt dat is een binnenlands politiek probleem. En ik denk dat dat een houding is dat Europa zich niet kan permitteren. Ik vind niet vooral duidelijk dat Europa stelling moet nemen, dat Europa moet zeggen wie er gelijk heeft en wie er niet gelijk heeft. Maar die dialoog faciliteren, zeg maar. Maar die moet actief zelf, dus niet wachten op een eventuele vraag van Spanje of Catalonië, maar zelf als Europa zeggen, wij willen hier het debat starten. Ja. Maar dan moeten zij wel ook Catalonië erkennen als zijnde een regering, een democratische instelling, om als gesprekspartner te beschouwen. Want dat is nu het probleem met Europa. Europa zegt nu eigenlijk, er zijn enkele lidstaten. En het feit dat er binnen die lidstaten ook deelstaten zijn, dat er ook regio's zijn die eigen parlementen hebben. Die... Mag ik dat opvallend vinden dat u dat zegt? Want dat, ook dat lijkt mij geen thema waar groenen mee bezig zijn. Dat nationalisme op deelstaatniveau, op regioniveau. Ik verwacht zoiets van, laten we zeggen, een Vlaams nationalisme, maar niet meteen van Groen. Ja, maar dat is geen nationalistisch standpunt. Een nationalist zegt dat een volk eigenlijk en een cultuur een eigen staat moet hebben. Ik ben geen nationalist en ik zal nooit een nationalist zijn. Maar het feit dat je bepaalde bevoegdheden eigenlijk dichter bij de bevolking brengt en dus op een kleinere schaal organiseert en daar een democratie rondbouwt en dus daar een parlement rondbouwt en een regering, dat kan heel legitiem zijn. Dat hebben we hier in België ook gedaan. We hebben in België ook altijd die staatshervormingen gesteund. En daar houdt Europa te weinig rekening mee? Daar houdt hij geen rekening mee. Die zegt gewoon van kijk, er zijn lidstaten en alles wat er binnen die lidstaten gebeurt, dat interesseert ons niet. En ik denk dat Europa moet zien dat de democratie in verschillende lagen functioneert in Europa. En dat is ook zo in Spanje. En dus die Catalaans parlement. Als er een Europese ministerraad is en er moeten milieuministers komen, dan gaat het gauw vliegen. Ja, dus voor ons, maar dat is zeer atypisch binnen Europa, maar zij zit daar dan namens België. Ja. Nu goed, ik heb er geen probleem mee dat de lidstaten een forum hebben, maar ik vind dat Europa moet zien dat de democratie genuanceerder is, gelaagder is in Europa en dat men dat ook moet mee rekening houden en dat men dus een parlement dat democratisch verkozen is, daar staan ook mensen achter, burgers die volksvertegenwoordigers hebben aangeduid in Catalonië, dat dat gerespecteerd wordt en dat er gezocht wordt naar hoe kunnen we dan met de Catalaanse regering en de Spaanse regering tezamen tot een oplossing komen, zodanig dat die debatten kunnen gevoerd worden op een ordentelijke manier. Want zoals het nu gevoerd wordt, is het echt... Hier in dit parlement is door heel wat mensen vandaag, hebben zichzelf op de borst geklopt. Kijk eens hoe wij het gedaan hebben. Door dialoog zijn we gekomen tot dit parlement.
zou het dan best een Belg kunnen zijn die gaat faciliteren, die gaat doen? Want we hebben natuurlijk al die ervaring. Hè? Ja, ik doe daar geen suggesties over. Daar mag de Europese Unie zelf in kiezen. Maar ik denk dat het gewoon belangrijk is dat de Europese Unie niet, dat die niet zich afzijdig zet, maar dat die heel actief de democratie in Europa bevordert en mee organiseert. Oké, dat is duidelijk. Bedankt voor dit gesprek. Beste kijker, tot zover deze aflevering van Studio Parlement. Ik geef nog mee dat hier vandaag niet alleen over Catalonië is gedebatteerd. Er waren ook actuele vragen, onder meer over het schandaal met de legkippen in West-Vlaanderen. En dat betekent dat we volgende zaterdag vanaf 6 uur een extra aflevering hebben van Studio Parlement op Actua TV natuurlijk. Actua TV, het hele verhaal.